In een stille buurt van de stad Leiden ligt de sterrenwacht die dit jaar het 100-jarig jubileum viert. Elke heldere nacht weer worden hier de kijkers door kijkgaten in de koepels naar de sterrenhemel gericht om gebieden te verkennen zo ver verloren in tijd en ruimte dat er gedurende ons korte leven bijna geen verandering in te bespeuren valt. Gewone tijd en sterrentijd gebruikt de astronoom om zijn precisie-instrument op de juiste plaats te richten. 100 jaar geleden was de Leidse sterrenwacht nog niet zo goed uitgerust. De astronoom van de universiteit, Frederik Kaiser, verkoos dan ook zijn dakraam en een geleende kijker om de komeet van Halley waar te nemen. Zijn voorspelling van de komst van de komeet bleek tot op een half uur nauwkeurig. De tijd is vooral voor sterrenkundigen belangrijk. Hij is in zekere zin door hen gemaakt. Het klokje dat Christiaan Huygens uitvond, tikt al 300 jaar de tijd weg. Globus en sterrenkaarten, onmisbaar voor de zeevaart, waren het werk van astronomen. Maar ook het mystieke element is in de sterrenkunde altijd aanwezig geweest. Prachtige sterrenatlassen tonen nog de hele godenhemel aan het firmament. Naarmate de wetenschap voortschreed, zocht men naar passende mechanische constructies om de bewegingen in de ruimte te imiteren. Een planetarium stelde de bouw van ons planetenstelsel ruimtelijk en begrijpelijk voor. De aarde en de maan draaien gezamenlijk om de zon. De geheimen van de sterrenhemel hebben generaties van geleerden bezig gehouden. Maar ook de amateur van tegenwoordig voelt dat hij aan de nachtelijke hemel ruimte kan bereizen waar in zijn dagelijkse leven geen plaats voor is. De astronoom van de sterrenwacht aan de Keizerstraat in Leiden beschikt over een uitgebreider instrumentarium dan de amateur om de hemel gade te slaan. Maar hij ziet niet alleen het mooie, hij wil weten. Hij legt zijn waarnemingen fotografisch vast voor nader onderzoek. En de belichte plaat wordt meegenomen naar het laboratorium. Na het ontwikkelen worden aan de foto verschillende metingen verricht. De vooruitgang van de techniek op allerlei gebied heeft ook gezorgd voor verrassend nieuwe methoden in de sterrenkunde. De resultaten van deze en vele andere metingen kristalliseren uiteindelijk in publicaties die door alle astronomen ter wereld gelezen worden. De amateurastronomen zullen in deze boeken niet veel overeenkomst ontdekken tussen wat zij en wat de Leidse sterrenkundigen onder leiding van professor Oort aan de hemel hebben waargenomen. Maar het is in wezen dezelfde nieuwsgierigheid en verwondering die ons sterrenkundigen van beroep ertoe drijft reuzenkijkers op deze hemel vol raadselen te richten. In plaats van mythische figuren en dieren met vreemde namen zien we een hemel bezaaid met miljoenen sterren. En weten we dat elke ster in werkelijkheid een zon is als onze eigen zon, maar op onvoorstelbaar grote afstand. We zien ijle, gloeiende kosmische gaswolken die zich tussen deze zonnen over onmetelijke gebieden uitstrekken. We zien dat zonnen en gaswolken zich groeperen in eenheden van een weer veel grotere orde, sterrenstelsels of spiraalnevels. Maar de vragen blijven bestaan, de vragen die de mensen zich gedurende alle tijden gesteld hebben. Is er een einde aan deze sterrenstelsels? Waar is dat einde? Is er een begin geweest? En wat zal het uiteindelijke lot zijn van het zich evoluerende heelal?